Steef, het gaat niet best. Ik had hier echt veel meer van verwacht. Ik krijg ook wel al. Nee, ik zou niet zoveel verwachten al eigenlijk, hè? Nee, die spelers zijn toch beter dan wij dachten. Of wij zelf zijn minder. Ja, ik denk een mooie combinatie van. Ja. Laten we Jitte proberen. Ja, ik denk dat we daar nog wel een puntje kunnen wegsnoepen. Ja, die laat zich over het algemeen niet kisten. Leuk. Zullen we die paal pakken? Pak je die paal. Nou, let's go. Sorry. Ja, dat is goed. Dat is goed. Maar... Zo Jitte, hoe is het? Ja, ik ga wel goed eigenlijk bij mij. Ja? Goed al. Zo. Nou, en nu zijn we begonnen hoor. Even rustig aan, hè. Heb je zin om weer wat te gaan doen op het veld? Ja, ik hoop dat we nog gaan spelen dit seizoen eigenlijk. Ik heb geen idee. Ja? Maar geloof je er ook echt een beetje in? Of? Dit veldseizoen? Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt verwachting of zo. Maar het zou wel heel mooi zijn. Want ik heb ook net ook verteld dat ik, ik kom wel gelijk met de deur naar huis. Ik ga weg nu, dit seizoen. Wat? Ga je weg dit ja, seizoen? Ja, ik ga naar Maastricht studeren. Nou, wat een scoop dit ja, sorry. Ja, sorry. En de merken onze reactie, oké. Okay. Ja, dus... Dat heb je net bekend gemaakt aan de selectie. Ja, ja. En hoe reageerden ze? Ja, nou ja, het was even voor de training. Ja. Dus ja, ik moest even snel zeggen. Ja. Maar ik heb een goed gevoel, dan denk ik, ja, liever nu gewoon alles in één keer. Ja, maar dat is toch goed? Dan weet je gelijk... Ja, klopt. Oh, sorry. Ik moet even rennen. Ja, ik vind het heel lastig en ik vind het niet leuk. Maar wat, kijk, ik denk dat het niet anders kan, want het is voor jou logisch gewoon om dan weg te gaan. Ja, dat is het. Maar het voel kan... je dan ook een soort bezwaard of zo? Of dat je denkt van, ik laat jullie zitten? Of... Ja, ik voel me wel bezwaard. Ja? Ja, natuurlijk. Dit is nu mijn tweede seizoen bij Avanti en ik heb een zaalseizoen gespeeld en een helft veld. Ja. Terwijl het is mijn tweede jaar nu hier. Maar je hoeft niet naar Maastricht. Nee, ja, dat hoeft niet. Dat is een bewuste keuze, ja, toch? Nou ja, de studie is alleen daar. Ja. Dus, ja. En welke studie ga je doen? Global Health. Dus het gaat ook over epidemieën en zo, dus dat is wel lekker relevant. Ja, ja. En dus was ik 4 maanden in Maastricht en de rest van het jaar hopelijk in het buitenland. Ik ga naar Canada, dus het is ook niet dat ik even heen en weer kan hierheen. Ja? Maar ja, aan de andere kant heb ik ook zoiets, een jaar is niet heel lang. Maar is deze beslissing iets waar je echt al heel lang mee loopt of over twijfelt? Een puntje erbij doen trouwens. Oh, ja, ik weet niet. Het is niet dat ik heb getwijfeld, want je kan gewoon niet iets anders doen. Nee. Alleen het is gewoon vervelend dat je het niet kan combineren met dit, zeg maar. Omdat ik heb een beetje het gevoel dat ik het nog niet heb afgerond hier. Nee, dat snap ik. Omdat je nog helemaal niet bent begonnen, zeg maar. Nee. En ben je dan ook echt met lood in je schoenen naar deze training gegaan? Van shit, dit is de training dat ik moet gaan zeggen? Of, Ja, ik heb dat niet zo erg. Nee? Nee, ja. Ik bedoel, als je er zelf heel zwaar over gaat doen, ja, dan bereik je niet zoveel mee, denk ik. Kijk. Nou, jammer. Ja, sorry. Jullie zijn helemaal sprakeloos ervan. Zeker, ja. Nee, dan nee, we hadden het niet aan komen. Ja. Maar goed, we zijn zeker niet boos of zo. Hè? Wel nee, teleurgesteld. Ja, nou, natuurlijk, jammer. Maar, leuk dat Sabrina een keer in het eerste komt, toch? Ja, dat gun ik er wel. Ja. Ik vind het echt super vervelend om geen wedstrijden te spelen. En ook omdat ik niet echt mijn plafond heb bereikt. Dat heb ik heel erg. Ik heb het gevoel dat ik veel meer in petto heb dan... Wat ik heb laten zien, bijvoorbeeld top vorig seizoen. En waar lag dat aan dat je het niet hebt bereikt? Ja, dus ja, misschien ja, nieuwe club, eerste keer hoofdklasse, eerste keer in het eerste. Misschien een beetje onzeker, weet je wel, niemand kent jou, jij kent niemand. Nee. Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Voel je dan druk, ja? Van iemand van buitenaf, die hebben ze speciaal gevraagd, die moet wel wat kunnen. Nou ja, niet van hier, maar je legt wel zelf. Je legt jezelf wel druk op natuurlijk. Ja, bepaalde verwachtingen. Je gaat wel met verwachtingen naar zo'n club toe, neem ik aan. Ja, nou ja, je wilt gewoon wat laten zien wat je in je hebt zitten. En deels is dat gelukt. En deels is dat, had ik het verplan om in ieder geval dit seizoen te doen. En dat kon natuurlijk niet. En dan maak je deze keuze en denk je van ja. Want is dit ook de spreekwoordelijke punt achter de carrière? Of, Nee, hallo, ik ben 22 geworden net. Vorige week. Dus, Ja, gefeliciteerd nog. Huh? Ik had je nog een DM'tje gestuurd, maar. Nee, toch? Nee. Oh, ik wou zeggen, ja. Ik ben niet zo goed in reageren. Maar ik weet eigenlijk niet meer wat de vraag was. Of was er geen vraag? Nou, hoe je korfbalcarrière dan daarna uit gaat zien misschien? Oh, zo. Ik weet het eigenlijk niet. Het is, ik weet, een jaar is natuurlijk niet lang, maar als ik het niet in één keer ga halen, dan ben ik sowieso nog bezig. Stel, ik vind Maastricht ontzettend leuk. Zou zo kunnen? Ja, dat kan ook. Dan kan je er ook langer blijven. Ik heb echt geen idee, maar het liefst ga ik wel terug.
Maar je weet niet hoe het gaat. Nee. Ik kan niet echt een jaar voor uitkijken of zo. Dat vind ik wel lastig. Dus als ze me hier nog willen hebben, dat valt ook. Dat zal er wel, jij bent. Ik vind schieten en praten wel moeilijk hoor, tegelijkertijd. Nou, dat is niet te zien overigens. Jeetje. Nee, wij hebben er totaal geen moeite mee tot nu toe. Ons gaat het als we wel een ja, maar ik heb jullie gewoon gelijk eventjes... Nou, dit was een tactisch moment om aan het begin van dit ja. gelijk even het bommetje te droppen. Ja, daarom. Hoe reageerde de selectie op het nieuws? Net als wij, denk ik. Ik weet je, ik verbaasd maar. Ja, nee, ja het, ik heb echt net 2 seconden geleden zei ik even van... Hoi, ja, dit was het zeg maar, want ik ga dus naar Maastricht verhuizen en naar het buitenland. Dus je had ook niet echt kans om te reageren natuurlijk. Maar ja, je zou het wel gewoon leuk eventjes. Het ging gewoon heel snel, ja. Maar hou je ook rekening mee met negatieve reacties misschien? Dat mensen die je inderdaad een soort kwalijk nemen of zo? Nou, maar ik ga niet naar een andere club. Hey, zeg maar, dat zou die keuze niet zijn. Ik heb wel gewoon nee gezegd vorig jaar en dit jaar gewoon van nee, ik ga niet blijven wel sowieso bij Avan doen. Dat zou geen sprake zijn geweest. Nee, dit was geen keuze, je kan dit niet combineren. Nee. Behalve als Avan die mijn chauffeur aanwijst en je komt me even brengen en halen. Is dat jou? Ja. Ik heb wel tijd over hoor. Ja, dat zou ik wel gezegd vinden. Nee, maar goed. Nou, Canada is misschien wel een beetje overdreven, maar Maastricht dat... Wat is dit? Oh, sorry. Is dat al? Ik heb je helemaal niet gespoord, ik ben nu een beetje... Nee, ik zie het gaat niet goed. Nee, maar ik bedoel een beetje energie gewoon, nee. Nou, matchpoint. Nou, zie je dit als een van je hoogtepunten uit je tijd bij Van Tien? Tegen ons? Ja, ik vind dat wel mooi, ik vind dat wel gezellig. Ja. Ik vind, ja, ik weet niet, ik vind het wel leuk dat jullie zo lekker direct zijn en gezellig en grappig. Nou, één ding is wel jammer, dat, we hadden nog wel plannen met de drie van de drie jaar door. Ja, om in de auto mee te rijden, ja, toch? Ja, toen kwam ook een beetje corona en we hadden wel leuke ideeën, maar... Ja, daar wil ik wel voor terugkomen hoor, volgend jaar. Ja. Kijk, nou, dat staat eens. Ja, even wat anders. Je zou bijna vergeten dat we ook nog een beetje aan het schieten zijn natuurlijk. Ja, je mag hem erbij doen de laatste. Dan moet ik hem even doen. Ja. Ja, het ging, ja... Het ging wel... Dat was een tactische bommetje wat je verdropt op ons aan het begin van het potje. Sorry, dan, dat is niet de bedoeling. Nee, maar nou ja, in ieder geval leuk van ons dat wij er hebben laten winnen. Ja, zo zijn we dan weer. Afscheidscadeautje. Ja, ik ga nu wel met een goed gevoel weg. Ja, fijn. Dat is fijn. Fijn, ja. Okay. Nou, we hopen je nog een keer te spreken. Wie weet in een afscheidinterview of wat dan ook. En laten we hopen dat we nog een keer zien schitteren in het veld. Hè? Zo, ja. Ik hoop het ook. Dat zou ik ook wel echt lekker vinden. Jitte, bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Alles beste. Dank je. Dat is goed, thanks. Ik vond het een heel leuk potje. Het ging wel wat makkelijker dan ik had verwacht. Met name omdat ik al sinds fix niet meer heb gekorfbald. Verder heb ik natuurlijk net bekendgemaakt dat ik helaas mijn laatste seizoen is bij Avanti. Doordat ik ga studeren in Maastricht. Dat vind ik wel jammer. Maar ik wil jullie wel graag bedanken voor die leuke 2 seizoenen die ik heb gehad. Ondanks dat ik niet heel veel mensen heb gezien en gesproken door corona. Maar wie weet wat er daarna gaat gebeuren. En hopelijk tot snel. Man, dat zit slecht, hè. Staan we dan, jongen? Ja, ik had hier veel meer van verwacht. Nou ja, we hebben natuurlijk een test was om te kijken of ze scherp zijn. Ja. Voor het nieuwe seizoen. Oké, okay, en wat is er uit de test gekomen? Ik denk wel dat ze toch wel aardig scherp zijn. Maar hebben ze een goede tegenstand gehad? Minder dan ik had verwacht. Ja. Wat Stefan waren we op zich best dichtbij. Arie hadden we moeten pakken. Arie, het is toch allemaal wat Arie is. Floor verbaasde mij, we werden weggeschoten, niks te vertellen hadden we. Daar hadden we heel weinig in te brengen, hè? En dat is voor een Avanti TV presentator niet best dat je niks te vertellen hebt, hè? Nee, dat is toch een beetje ons vak, hè? Dus conclusie is dat wij ouders moeten worden. Ik denk dat jij het sop regelt, ik de emmers en dan... Hoeveel zullen het er zijn? Een stuk of 10? Dat wordt nog wel een aardig dagtaakje, denk ik wel. Ja, het is niet anders. Maar we verdienen hem wel. Iemand moet het doen, hè? Ah, ja, opgeven hoofd. Ja. Ik vond dat je het leuk deed, Steve. Dankjewel. Oké. Okay. Ja? We gaan wassen, kom. Mooi zo, kom op.